Wanneer het kraakbeen van de knie beschadigd is, kan er soms een kraakbeentransplantatie worden uitgevoerd. Eerst wordt bij een kijkoperatie een klein stukje kraakbeen afgenomen en op kweek gezet. 9 tot 12 weken later volgt de transplantatie, waarbij de gekweekte cellen worden teruggeplaatst in de knie. Hiervoor wordt een klein sneetje aan de voorzijde van de knie gemaakt. De lichaams-eigen kraakbeencellen worden aangebracht op een oplosbaar sponsje. Het beschadigde kraakbeen wordt verwijderd. Het sponsje wordt als een soort pleister over het beschadigde gedeelte in de knie geplaatst. Na plaatsing wordt het sponsje nog met weefsellijm afgekit. Daarna zal het kraakbeen zich zo goed mogelijk herstellen en kan de revalidatie beginnen.